In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Door het Vasten en Bidden. We gaan nu inzoomen op het volgende gedeelte, namelijk door het vasten en bidden hebben de profeten bewerkt dat zij hebben geprofeteerd over de komst van Christus, vele generatie voor zijn komst. Dit bidt de priester tijdens de liturgie van de grote vasten. Gaan we even kijken naar die profeten. Hè? Die profeten, wat was nou een taak van een profeet? Het waren vaak mensen die tussen de mens en God stonden. Zij ontvingen dan Gods nieuws, Gods message voor de mensen en die gaven ze door aan de mensen zelf. Zij waren eigenlijk het woord van God lopend door de mensen. En wat zij eigenlijk altijd deden is het goede nieuws verkondigen. Ze zeiden altijd, God komt eraan, de Verlosser komt eraan, Christus komt eraan. Zij profeteerden dus letterlijk over de komst van Christus, vele generatie voor zijn komst. En dan zie je ook dat die profeten met alles bezig waren met God. Zij deden het ook op verschillende manieren. Hè? Zij waren heel veel bezig met lezen in de boeken van het Oude Testament. Zij waren heel veel zelf aan het schrijven. Ze waren heel vaak aan het lofprijzen van God. Zij waren continu bezig met God en het woord van God om dat te ontvangen en door te geven aan de mensen op verschillende manieren. En ze waren dus daarom ook altijd bezig met het bidden en vasten. Dat was eigenlijk een levenswijze voor ze. Het was niet een uitzondering om te bidden en vasten. Nee, ze waren continu bezig met het bidden en vasten. En door al dat bidden en vasten gaf God hen de kennis en kunde om hem beter te leren kennen en dat te verspreiden onder de mensen. Kijk bijvoorbeeld naar David. David de profeet, dat zeggen we altijd. Hij heeft altijd de psalmen geschreven. Maar hij was continu bezig met het lofprijzen met God, dat hij God bedankte, hij klaagde bij God, hij overwon in de naam van God, hij schreef over God, hij zong over God, hij maakte muziek over God, hij gebruikte zijn harp. Alles wat hij deed was te maken met God. In goede tijden, in slechte tijden, hij was altijd bezig met God. Of hij nou blij, verdrietig, boos of zelfs zondigde, hij keerde terug naar God. En die kracht geeft dat het bidden en vasten ervoor zorgt dat God altijd een pilaar voor je zal zijn. Je bent altijd vreugdevol en je hebt eigenlijk een backbone. Je hebt een grote steun in je rug door de aanwezigheid van God waar jij altijd al naartoe werkt door het bidden en vasten. Kijk naar Noach. Noach was bezig in zijn normale leven. Hij was altijd dicht bij God en God gaf hem een opdracht, een hele aparte opdracht als je kijkt vanuit wereldsperspectief, om een ark te bouwen. En hij zei ook tijdens het bouwen van het ark dat het een bericht van God was. Dat God hem dat vroeg en dat wij alleen verlost konden worden middels die ark. Iedereen verklaarde hem voor gek. Het was een buitengewone oplossing voor een probleem wat er nog niet eens was. En iedereen zei, je maakt je druk over iets wat toch niet aan de hand is. En hij had zo'n sterke band met God, dat zelfs als iets onlogisch van hem gevraagd werd, hij er zeker van was dat het naar het goede zou leiden, naar Gods verlossing zou leiden, naar een sterkere band met Christus zou leiden. Hij verwachtte het mooie doordat hij zo een sterke band met God had. Ook al weet je niet wat er aankomt, ook al weet je niet wat morgen brengt, toch verwacht je het mooie nieuws van God. En daardoor konden profeten profeteren over het goede nieuws, over de komst van Christus. Ze hadden zo'n sterke band met God dat zij in alle situaties zagen, ongeacht de situatie, Christus is de eindbestemming. Christus zal je uit de situatie halen, hoe lastig ook is. Daar leren wij van dat wij het goede nieuws moeten verwachten en weten dat het goed komt middels het bidden en vasten. Ook al weet je niet, ben je in een periode en weet je dat alles misgaat. Heb je het gevoel dat de hele wereld om je heen instort, door het bidden en vasten heb je een houvast aan God. Je hebt God als pilaar. David was in al zijn omstandigheden was hij zo dicht bij God dat hij altijd vertrouwde op God. Hoe ernstig de situatie ook is. Ook Noach, ook alle andere profeten. Als we inzoomen op elk profeet had hij wel een moeilijke situatie. Maar door zijn sterke band met God kwam hij eruit, hoe onlogisch dan ook. Op een onlogische manier, hè? Niet op wereldse oplossingen. Wij zoeken vaak naar oplossingen die wij logisch vinden. Die wij kloppen, die wij andere mensen ook hebben zien doen. Maar God geeft ons altijd oplossingen die passen bij ons, bij onze situatie en bij onze band met God. En dan zien wij dat, hoewel een situatie heel slecht was, toch 180
graden omgedraaid kan worden naar een hele mooie situatie middels het bidden en vasten. Dus onthoud, door het vasten en bidden hebben de profeten bewerkt dat zij hebben geprofiteerd over de komst van Christus vele generaties voor zij komt. Zoals David en Noach dat hebben gedaan, hebben alle andere profeten dat ook gehad. Kijk naar ook de vorige aflevering waarin Mozes en andere profeten ook duidelijk door het vasten en bidden een sterke band met God hebben gecreëerd. En altijd het goede nieuws voor hun ogen hadden. Hou dat goede nieuws altijd voor ogen en zoek naar de sterkste band die je met God kan krijgen middels het bidden en het vasten. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering.